Yo jongens, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Jurre Kuip. Ik ben hier met Sterre. We gaan de CrossFit Challenge opnemen. Dus dat is super tof. We doen ook met ABC, maar dat straffen laten we zien ook niet op beeld zien. Dus dan vertellen we wel wat we gaan doen, maar let's go. Begin maar. Ik kan hem ook zo omdraaien. Nou ligt hij op de goal. Oh, bijna. En als mis jongens, dat maakt niet uit. We zijn nog aan het inkomen, dus ja, let's go. Maar ik ben oud, dus ik laat even zien hoe ik moet. Hè. Let's go. Omdraaien? Ja. Oh, raak je op. Ja. Ja! Oh, dat was aan de achterkant! Oh, nog hoor. Jor, lekker de bal halen. Ja. Hij zat gelijk op dat beeld. Zo. We gaan eens kijken wat Zwerde gaat doen, jongens. Oei, dat was bijna raak. Als je al niet van mij gaat, weet ik, ga morgen op vakantie. Maar ik zal ook al vlogs maken op vakantie, is ook wel leuk. Als je dat wil, is goed, jongen. Dan doen we het wel even. Zie je. Ja, hij zat er goed. Zo pijn. We gaan het zien wat Zwerde gaat doen, jongens. Let's go. En oei. Maar hij gaat dus naar Frankrijk toe. Zo'n risico, dat wel. Maar we gaan het gewoon proberen. We gaan toch met de auto. Dus als iets dicht gaat, kunnen we wat weggaan. Maar anders is het wel leuk. We gaan 2,5 week. Dus misschien is het wel leuk om dan elke dag een vlog op te nemen. Maar dan zal ik wel even kijken. Misschien is het wel leuk. Maar laat me even weten in de reacties. Oh, dat is wel de slechte. Oh, oh, oh. We gaan eens kijken wat Zwerde gaat doen. Let's go. Hij was mis, jongens, maar kan gebeuren, zo net ook mis. Maar ik voel, jongens, dat ik het nou ga raken, voel het. Dus we gaan het zien, let's go. Premium. Je voelt hem? Nee, man. Nee. Tegen het hek aan. Hij was mis, jongens. Nou, we gaan kijken wat Zwerde gaat doen. Godverdomme. Mijn pineut moet nou focussen en dan ook op de laatste schieten. Kom maar. Het gaat lukken, jongens. Het gaat lukken. Voel het.
Ja, opdracht voor je. Ik ga nu even oefenen. En ik moet even wat denken. Voor Jurre. En het moet ook met A, B en C. En dan met niks erbij. En dan doe ik een paar opdrachten. Dus ik ga even op denken wat ik ga doen. Ja. Nou, de laatste start moest ik kontje knal doen. Maar er was niks speciaals aan, want eerste trouwens. Maar ja. Hij schoot me eerst, dus ja. Ik moet even de lat raken, jongens. Ja, we gaan de lat raken. Laat even weten in de reactie, jongen, wat jullie, waar jullie heen gaan op vakantie. Dat is super tof. Dat is wel leuk. Ja. Hoe gaan we het zien, jongens? Om daarheen gewoon. Ja. Jurre heeft dus net een ABC gehad. En hij heeft zeer gekozen. Kontje knal, maar hij schoot mis. Dat is jammer. En dus nu gaat Jurre weer schieten op het doel. Wow! Dat was close! Ik heb daar geluk bij. Ja, ik heb hem daar nog een keer op de lat schieten. Zul ik dat ook doen? Zul ik nog een keer op de lat schieten? Moet ik het echt laten zien? Misschien wordt het niet, maar kijk even. Dat was gelijk 10 keer kort. Hey, hoe is het? We gaan zien wat ze verder gaat doen, jongens. Nee. Hij was mis, daar had ik al geluk bij. Komt goed zo, Barcelona. Is helemaal hard, kom maar. Ga gewoon focus blijven. Komt oud. U gaat weer schieten. Het is mis! Oh! Dat was close. Oh, een centimeter verschil. Nee, maar nikken. Dat is goed. Dank je wel. Dat is close, jongens. We gaan doen, zien wat Sarah gaat doen. We gaan zien. Dat was ook een close. Dat was een close. Maar nu is Jurre weer, dus hij kan het verschil weer maken naar 1-1. Gaan kijken. Het is... Oh, centimeter verschil! Je hoorde niks, dat is geen schaaf. Want we doen niks meer aan schaven. Aan de lat. We moeten echt precies op de lat zijn. En dit was millimeter. Scheidzooi. Daar had ik ook een geluk bij. Ja, ja, dat was weer close. Maar Jurre, weer. En we gaan weer naar het doel. Kijken weer wat Jurre doet. En niet! Oh, de bal. Ja, en Jurre is een beetje teleurgesteld. We gaan nog wel raken, jongens. Komt goed. We gaan het zien. Nee. Jongens, kom wel goed. Kijk, laten we eventjes. Laten we even doen. Maar volgende schot. Raken.
Komt goed, jongens. We gaan het zien. Zet hij mee? Ja, heel erg naast. Bij Jure weer. En het is allebei heel close. En dan weer de bal. Oh, te hoog. Hij is te hoog. Jongens, wat is een gezeur. Jure wordt een beetje gek. Dat ik één keer heb raar geschoten. Maar ja, oké. Zo. We gaan zien wat zij er gaat doen. Had ik weer geluk bij. Ja. Komt dat goed nog? Maar ja. Graag, jongen, geloof me, ik ga raak schieten. Beloofd. Ik ga raken. Ja, niet best schoten weer. Jure weer. Weer te hoog! Ja! Je schoot net met oefenen op de lat. Je schoot met oefenen gelijk op de lat. Wat ga je nu doen? Overal meer schieten, ja, na schieten. En dan schiet ik al na een paar schoten weer op de lat. Ik ging net oefenen, jongens. Toen schoot ik gewoon 9 keer op de lat. Dus wel. Ik zou niet waarom nou niet lukken, maar ja, we gaan het zien. Oh! Schulden centimeters, jongens. Kijk, altijd. Een mooi beweging. Letje. Hou wat. Haha, zo. Maar ja, we gaan het doen. We gaan het zien, jongen. We gaan het raken. De druk zit hoog. Jure wordt een beetje moe van. Om met te schieten. En dan gaat hij weer. En. Oh, daar is de kant! Ik heb zoveel geluk! Ik heb een paar weken niet gevoetbald. En de schiet kan wel gelijk. Ja, ik weet niet wat het is, jongens. Hoe gaan we het zien? Onnou. Jongens, ik ga hem even neerzetten. Ik ga feet strikken. Zo, jongens, ik ga even feet strikken. Wacht, goed zetten. Chill, valt hij dan niet om? Nee. Jongens, we gaan even feet strikken. Het staat er allemaal nergens op dit jaar. Nou, jullie zitten sowieso weer terug. Tot zo. Nou, was weer mis, was een kontje knal, maar. Hij was weer mis, dus ik ga schieten, maar ik ga nou raken, voel het. Dat moet toch wel raken. Dat denkt hij. Dat moet wel raken. Dat denkt hij. Dat denkt hij. Maar ik ga voor de wind, want ik sta met 2-0 voor. En we gaan tot de 3. En Joris, gaan we weer kijken. Ja, is over. Ja. Jure, ja. Wat gaat in je lijf om? Ja, gaat goed, jongen. Stress. Dat ook. Nou, we gaan zien wat hij gaat doen. Ik even laten zien hoe het moet. Oh. Als het raak is. Nee. Dat ook altijd. Als ik dan één keer raak schiet, dan gaat hij gelijk mis. Gewoon een soort, maar. Moet toch wel raken, jongens. Moet lekker. Ja, geen mis. Altijd als ik raak schiet, is het altijd laag. Een andere keer is het weer mis.
En ja, niet gelijk op de lat. Maar Jur is weer, dus laat even zien dat het echt moet. Oh! En daar is de bal. En Jure. Ja. Ja. Gaat toch allemaal zo mis, hè? Ik denk dat Jure wordt de... Dat had ik eigenlijk wel, jongens. Zo. Oh, centimeter. Even oppassen, jongens. Kom op. Centimeter. Nou, half meter. Meter over. Dat is wel een beetje balen. Maar Jur is weer. We zijn weer even in de... Misschien niet. Oh, in het doel. Dat is wel een beetje balen. Maar ik ben weer. En ik hoop dat... Op de lat raak. We gaan zien, jongens, wat wij gaan doen. Ik hoop het niet, tenminste. Maar... Nee. Yes! Word ik even gelukkig bij, jongen. Hij is in vorm van mij, ik niet echt, maar. Komt nog wel. We gaan het zien, het volgende potje. We moeten toch een keer raken deze pot. We gaan het zien. Centimeters. Jur is weer. Hoe? Gelijk op de... Oh, die gaat de bosjes in. Gaat er de bosjes in? Nee. Als je het ziet, gaat hij niet de bosjes in. Daar loopt Jurre. Is niet goed. Is niet best voor hem. Dat is niet best. Dat is niet best voor Jurre. Want ik hoef nog maar één punt. En ik hoop dat deze raak gaat. En dan is het klaar. Voor Jurre. Dat is afgelopen de game. Ja. Kom maar, jongens. Voel ik nog wel. We gaan het zien. Nee! Zo. Nou, als dat raak was. Dat had ook natuurlijk. Als je het vond. En dan raak dat had ook. Dat hij ook als hij op de grond gaat. En... Ja, en als je dan stuit en dan op de bal, dan gaat hij ook. Oh. Ik dacht zo van nee! Hij gaat! Hij ging echt bijna op de lat. Mijn jurk is weer. Snel draai. Dan. Ja, hij raakt hem. Was het raak? Hij raakt hem. Kut. Kut! Ik moet naar de ABC. Nou, op pauze klikken. Ja, ik moet. Shit, sorry.